Welkom. In eerdere lessen zagen we verschillende technieken om bij gemengde schakelingen, dus waar weerstanden in serie en parallel staan, uiteindelijk via vervangingstechnieken van serie en parallel alles te herleiden tot één weerstand. Men noemt dat de diamantmethode, waarbij we dus verschillende weerstanden herleiden naar één weerstand. Dan hebben we dus een schema met één spanningsbron en één weerstand. Dus daar kunnen we heel eenvoudig de wet van Ohm gaan toepassen. Ken je er twee, dan bereken je de derde. Als we dan bijvoorbeeld stroomsterkte berekend hebben, dan herrekenen we via de omgekeerde diamant weer alles terug naar de beginsituatie. Aan de ene kant een techniek die je kan toepassen op alle gemengde schakelingen die je kan krijgen. Aan de andere kant een heel erg tijdrovende techniek. Dus gingen wetenschappers zoals Thevenin aan de slag om als aanpassingen van de wet van Ohm technieken te ontwikkelen, noemen trucken, om dus complexe schema's ook met meerdere spanningsbronnen te herleiden naar eenvoudiger schema's. Thevenin ontwikkelde zijn stelling en formuleerde: elk lineair circuit met twee aansluitingen kan worden vervangen door een equivalent circuit dat bestaat enerzijds uit een spanningsbron, spanning Thevenin, en anderzijds een serieweerstand, de weerstand van Thevenin. We gaan dat even onderdeel per onderdeel bekijken. Elk lineair circuit. Met een lineair circuit bedoelen we gewoon hier een circuit waarbij de wet van Ohm kan worden toegepast. Dit is een eenvoudige versie, ook complexere versies. Met twee aansluitingen. We gaan hier straks tussen aansluiting A en B gaan berekeningen doen op weerstand R. Kan vervangen worden door een equivalent circuit. Equivalent is een moeilijk woord voor een soortgelijk circuit. En dat circuit, dat bestaat uit een spanningsbron U Thevenin, spanning Thevenin, en een weerstand die in serie daarmee staat, de weerstand van Thevenin. Ik teken even het schema dat dus dit gedeelte gaat vervangen. Dat is dus een schema met een spanningsbron, spanning van Thevenin, met daarin in serie de weerstand van Thevenin, en hier staat nog steeds onze originele weerstand tussen punt A en B. Op het einde van deze les gaan we dus technieken gezien hebben om ingewikkelde schema's zoals hier links te vervangen door equivalente circuits. Dat bestaat uit een spanningsbron UTH in serie met een weerstand van Thevenin. En ik hoop dat je ziet, als je kijkt naar dat schema aan de rechterkant, dat dat een veel prettiger schema gaat zijn om berekeningen in te gaan doen. Je ziet al heel snel dat de weerstand van Thevenin hier eenvoudig in serie staat met de weerstand L, waarover we oefeningen gaan maken. Het opstellen van zo'n equivalent of soortgelijk schema van Thevenin bestaat dus uit twee onderdelen. Eerst gaan we uit het schema de weerstand van Thevenin bepalen. En anderzijds gaan we uit dat moeilijker schema de spanning van Thevenin bepalen. Beide gebeuren aan de hand van methodieken waar Thevenin heel lang aan gespendeerd heeft om te ontwikkelen. Wij gaan die technieken meteen toepassen. Voor het bepalen van de weerstand van Thevenin gaan we meteen aan de hand van een oefening werken. Volgens de methodiek doe je twee zaken. Enerzijds de weerstand waar we gaan naar kijken straks, die negeren we voor het bepalen van de weerstand. Dus die ga ik hier even uitblokken. Zo. Dat is één. En anderzijds ga je in het bestaande schema
bij alle spanningsbronnen de stroomklemmen met elkaar verbinden, dus kortsluiten. Dus plus en min wordt met elkaar verbonden. Dit is de lelijke methode. Uiteindelijk vervang je dus het door een. En dat ziet er dan zo uit. En hiervan gaan we de vervangingsweerstand bepalen. Het is een uitbreiding, dus met alle technieken die we in het verleden gezien hebben, dus daar verandert er niets. We gaan even het schema doorlopen in deze richting. Dus dat is dat we gaan doorlopen. Dat betekent dus, als we hier de weerstand binnenkomen, dan is dat het begin. We lopen verder. Hier gaan we de weerstand buiten. Het einde, we lopen verder. Hier is het de weerstand in het begin. We lopen verder. Hier is het de weerstand in het einde. We doen dat ook voor het grotere schema. Dus als we dit doorlopen, dan heb je hier het begin van de weerstand. We lopen verder. Dan heb je hier het einde van de weerstand. We lopen verder. Hier heb je terug het begin. We lopen verder. Hier heb je terug het einde. We gaan ons concentreren op weerstand 1 en weerstand 2. Want wat hier opvalt is, de beginnen van beide weerstanden zijn met elkaar verbonden, namelijk in dit punt. De eindes van de weerstanden zijn met elkaar verbonden, namelijk in dit punt. Deze twee weerstanden staan in parallel met elkaar. We gaan dus de vervangingsweerstand berekenen. 1 gedeeld door de vervangingsweerstand, hier R12, is 1 gedeeld door weerstand 1 plus 1 gedeeld door weerstand 2. Gezien het maar twee weerstanden zijn in parallel, weten we dat er een vereenvoudigde snelformule is, maar ik pas hier toch nog even de algemene formule toe. Ingevuld wordt dat dit. 1 gedeeld door weerstand R12 is 1 op 2 ohm plus 1 op 4 ohm. Dat kan je hier gewoon al in je rekenmachine steken. We doen het nog even op de oude methode. Deze twee noemers zetten we op gelijke noemer, namelijk noemer 4. Dus ik vermenigvuldig de noemer met 2, dus ook de teller met 2. Dus je krijgt hier 2 vierden plus 1 vierde is 3 vierden. Maar als je dus 1 tweede plus 1 vierde in je rekenmachine steekt, bekom je 0,75 of 3 vierden. We kunnen hier nu teller en noemer van plaats verwisselen aan beide zijden. Dus dan kom je dit. Weerstand R12 is 4 derden of afgerond 1,33 ohm. We vervangen deze twee weerstanden door één weerstand in het schema. Dan krijg je dit. Weerstand R12 is 1,33 ohm. Weerstand 3 is 5 ohm. Al zeer duidelijk hoe die weerstanden staan, we passen toch nog even de techniek toe. We doorlopen het schema in een gekozen richting. Als we dit doorlopen, dan bij het binnenkomen is dit het begin. We lopen verder. Bij het verlaten is dit het einde. We lopen verder. Bij het binnenkomen is dit het begin. We lopen verder. Bij het buitengaan is dit het einde. Het einde van de ene weerstand hangt vast aan het begin van de volgende weerstand. Als een wagonnetje staan ze op een rij. Deze twee weerstanden staan in serie van elkaar. Dus we kunnen de klassieke techniek toepassen. De vervangingsweerstand 1, 2, 3. Aangezien het in serie is, is het de som van de deelweerstanden. 1,33 plus 5. Dus onze vervangingsweerstand is 6,33 ohm. Er blijft maar één weerstand meer over. We noemen dat dus de weerstand van Thevenin, 6,33 ohm.
Nu we de weerstand van Thévenin bepaald hebben, gaan we in deel 2 de spanning Thévenin bepalen. Dat is een totaal onafhankelijke methodiek. Die start met hetzelfde als de vorige methodiek, namelijk de weerstand waar we straks berekeningen willen rondmaken. Dus het gedeelte dat we niet gaan vervangen, laten we weg. En wat overblijft is dus het schema waar we een equivalent circuit van Thévenin willen van maken. En de spanning van Thévenin wordt gedefinieerd als de spanning tussen dus de twee aansluitpunten bij start en einde. We schuiven dat even naar links. Hier gaan we de spanningswet gebruiken voor het berekenen van de spanning van Thévenin. Nu er al één iets dat ons ontzettend helpt, namelijk we hebben die weerstand of dat gedeelte van het circuit weggelaten, dus dit is nu een open circuit geworden tussen A en B. Dat wil ook zeggen dat de stroomsterkte die door weerstand 3 gaat lopen gelijk is aan 0. Als je daaraan twijfelt, een open circuit komt eigenlijk neer op een open schakelaar. Dus als we een open schakelaar combineren met een lamp, dan gaat de lamp niet branden. Dus de elektronen zitten vast voor het open gedeelte, kort door de bocht. Dus is er geen stroomsterkte. En aangezien de stroomsterkte gelijk is aan 0, weten we dat de spanning gelijk is aan 0. Als stroomsterkte gelijk is aan 0, spanning is weerstand maal 0, dus ook 0 volt. Dus we weten dat U3 gelijk is aan 0 volt. Waarom is dat nuttig? We gaan de spanning Thévenin berekenen, dat is tussen de punten A en B. Is eigenlijk hetzelfde als tussen de punten A en dit knooppunt hier. Ze zijn met elkaar verbonden zonder een vertakking. Dus de spanning van Thévenin gaat dus de spanning over weerstand 2 plus de spanning over weerstand 3 zijn. Maar we weten dat de spanning over weerstand 3 0 is. Dus U Thévenin is U2 plus U3. Maar U3 is 0, dus we weten dat de spanning over Thévenin gelijk is aan de spanning over weerstand 2. Dat maakt de zaken eenvoudiger. Als we gaan kijken binnen de linkerkant van het schema, dus dit gedeelte, dan zeggen we definiëren een stroomsterkte. Stroomsterkte hier. Nu, we weten dat de stroomsterkte naar rechts 0 is, dus de stroomsterkte hier is hetzelfde als de stroomsterkte hier. We definiëren onze spanningen. Spanning over weerstand 2 tegen de stroomsterkte in. Spanning over weerstand 1 tegen de stroomsterkte in. En de spanningsbron van min naar plus gedefinieerd. We hebben hier de richting van I gekozen, gegokt. Nu, hier is het een vrij goede gok natuurlijk, want het is een eenvoudig circuit met slechts één spanningsbron. Dus de stroomsterkte gaat van plus naar min stromen. Bij complexere circuits, als we verkeerd zouden de stroomsterkte kiezen, komen op het einde een negatief getal uit. Dan weten we het getal is juist, maar de stroomsterkte is in de omgekeerde richting bepaald. We gaan hier een stroomzin kiezen. Hier kies ik tegenwijzerzin. En ook een punt waar we gaan doorlopen. Ik kies het punt hier rechts onderaan. Alle spanningen die we in richting van onze gekozen richting tegenkomen zijn positief. Alle spanningen tegen zijn negatief. Dus als we dit doorlopen, dan krijg je dit. U2 plus U1 min 12 is 0. Als we dat gaan uitschrijven, dan krijg je dus R2 maal I2 plus R1 maal I1 min 12 is 0. We weten dat de stroomsterkte door weerstand 1 en door weerstand 2 dezelfde is, gezien hier bij de vertakking de stroomsterkte naar rechts 0 is.
Dus we vervangen de getallen door i. Dus R2 is 4 ohm maal stroomsterkte plus R1 is 2 ohm maal de stroomsterkte. Min 12 is 0. Dus 4 keer i plus 2 keer i is 12. Want hier is het min 12. Als ik het naar de andere kant breng, wordt het dus plus 12. Maar de plus schrijven we niet. 6 keer de stroomsterkte is 12. Hier is het maal. Dus als ik dit naar de andere kant breng, wordt het gedeeld door. Dus de stroomsterkte is 12 gedeeld door 6 of 2 ampère. Ik noteer dat even hierboven. Want we zijn er natuurlijk nog niet. We weten nu de stroomsterkte doorheen onze weerstand. R is U gedeeld door I. U is R maal I. Dus U2 is gelijk aan R2 maal I. Is dus 4 ohm maal 2 ampère is 8 volt. En we wisten al dat U2 gelijk was aan U-Thevenin. Dus we weten nu dat U-Thevenin gelijk is aan 8 volt. Dus we hebben nu beide berekend. We weten dat de weerstand van Thevenin gelijk is aan 6,33 ohm. We weten dat de spanning van Thevenin gelijk is aan 8 volt. Dus we hebben het complexe schema vervangen door een equivalent circuit. Dat bestaat uit een spanningsbron, U-Thevenin, en een serieweerstand, R-Thevenin. In een volgend gedeelte gaan we berekeningen maken rond de weerstand RL. En dan ga je zien dat voor verschillende varianten te berekenen, de berekeningen veel eenvoudiger zijn dankzij dit equivalent circuit. Maar dat is voor een volgende les.